Op deze plaats op het Stadhuisplein wordt nog elk jaar het bevrijdingsvuur ontstoken. Op 18 september, het jaar waarop Eindhoven zoveel jaar geleden werd bevrijd. Veel Eindhovenaren hebben herinneringen aan die jaren. Sommige van hen hebben familieleden verloren, hebben andere verschrikkingen meegemaakt. Anderen weer, die zijn die periode zonder kleerscheuren doorgekomen. Zoveel mensen, zoveel verhalen, zoveel herinneringen. Wat weten ze eigenlijk nog over die oorlogsjaren? 1940 en 1944 was het ook een kwestie van op een beetje speelse wijze toch een beetje Duitsers pesten. Want je hoorde je ouders dus altijd maar praten over die Duitsers, die waren slecht en die moesten dit en die moesten dat. En er moest gesaboteerd worden. Dus op een gegeven moment deden we dat ook. Ik weet nog dat een Duitse officier aan onze weg vroeg. En die hebben we dus keurig de verkeerde kant ingestuurd. Ik kreeg opdracht om puddingpoeder te leveren aan de Duitsers. Zij noemden dat dan wat wij op zijn Engels noemen custard powder. Hè? Die custard, weet u wel? Of weet u het niet? Nou, dat is de voorloper van de vla. Ja. En konden wij dus maken van aardappelmeel. En ik kreeg dus de opdracht van de Duitsers om 20 ton, 20.000 kilo van die kaltschaalproever, zeiden die Duitsers, kaltschaalproever. Die opdracht kreeg ik om te leveren en dat deed ik niet. En toen werd ik opgeroepen en de centrale inkoop voor de voedsel voor de Duitse leger, dat was gevestigd in Oosterwijk. En ik weet nog heel goed, ik kreeg een opdracht om te komen. En toen is mijn vrouw met mij meegefietst naar Oosterwijk. En daar hebben we hartstochtelijk afscheid genomen. Die waren in de veronderstelling dat ik niet terugkwam, hè. Wonder boven wonder stond ik aan een uur weer buiten. En waren we allebei doodgelukkig, mijn vrouw en ik. De bakers, raaimakers, plat stof werd daar geweven, onder andere overal stof. En er werden voor de Weermacht overhols uitgemaakt. Ze hadden een eigen confectieatelier. En een bepaald percentage werden de mouwen van maat 42 in maat 56 gezet en omgekeerd. Ja? Ja. Ook een soort sabotage. Ook een soort sabotage. Ja, ja. Die overalls kwamen bij de Weermacht, werden afgekeurd en werden teruggestuurd. En die werden dan door het bedrijf aan het personeel verkocht en verdeeld. Nou, dan werden er van twee overalls, twee slechte overalls, werden we twee goede gemaakt. En die gingen weer als ruilmateriaal naar de boeren toe. Op het laatst moesten die mannen komen. En die waren allemaal naar Zeeland en dan moesten ze dan versperringen oprichten voor de invasie van de Engelsen. Dat was op het laatst toen, hè. En hij wel ooit verteld dat ze dan allemaal grote balken of weet ik wat in het zand moesten zetten, op het strand. Maar dat ze ze zo neerzetten, als de vloed was geweest, dat alles weer omlag. Onbegonnen werk. Onbegonnen werk, ja. Maar er is hij 3 weken is hij toen van huis af geweest. Zijn ze daar nooit meer op teruggekomen, op die opdracht, 20 ton? Nee, jawel, ik heb ze moeten leveren. Dat is een apart verhaaltje. Vertelt u eens, hoe ging dat in zijn werk dan? Ik weet niet, puddingpoeder, vroeger, dat was een mezena, smaakstoffen en kleurstoffen, ja? Is u duidelijk? Puddingpoeder bestaat uit die grondstoffen. Mm-hmm. En wat deed ik? Ik had een knecht en die zat wel in de ondergrondse. En die zat in de mengerij. En wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we 5 keer te veel smaak en te veel kleur in die puddingpoeder gedaan. En zo hebben we het geleverd. Het was niet te vreten. Een mooi verhaal. Hebt u daarna nog eens een opdracht gekregen van de Duitsers? Nee. Ze zullen gezegd hebben, dat is niet lekker wat die meneer levert. Nee, echt niet. Daar heb ik nooit niks van gehoord. Nou, de hele oorlog ben ik dus bang geweest. Hè. Vreselijk bang. En toen kwamen we in dat huis, dat was in Tongeren. En toen gingen we wel eens wandelen in de bossen, daar bij de IJzeren Man. Nou, en toen liepen we daar een avond en toen kwam de aanval op het station van Eindhoven. Nou, en toen zaten we dus vlak naast een afweergeschut. Toen kwamen die Duitsers en die begonnen dus met het afweergeschut.
te schieten. En nou, dan kreeg je weer die angst opnieuw. Hè? Dus ik ben echt de hele oorlog ben ik vreselijk bang geweest. Bij de IJzeren Man, daar was afweer geschud. En dan waren ze met zoeklicht en dan konden we zo zien, oh god, en dan zagen we die vliegtuigen en dan ging een heel akelig geluid, zo'n monotoon geluid. En dan zijn moeder had gezegd, die gaan dan van Engeland naar Duitsland bombarderen. Maar ja, omdat ze bij die zoeklichten daar zaten, dacht ik, ja dadelijk dan schieten ze erin en beneden, dan komt het er beneden en dan zitten wij eronder. Daarom was ik heel bang. Dat is het enige eigenlijk waar ik bang voor ben geweest in de oorlog. Ja, ik was me toch wel heel erg bewust van de gevaren. Ik keek ook altijd omhoog. Kon u wel gewoon de dingen doen die u altijd deed? Spelen met vriendjes, vriendinnetjes? Ja, we konden wel spelen, maar het was altijd toch angstig. In die zin, ik keek altijd omhoog. Het was spannend, omdat we dus, dan horen we wat, zagen we wat, het bombardement. Dat waren dingen die voor ons wel spannend waren, maar niet denken van, nou moeten we bang zijn bij wijze van spreken. Dat absoluut niet. Dat is precies hetzelfde met die luchtdoelafweer die er stond. Als er s'avonds vliegtuigen overkwamen, dan werd daar geschoten. En er stonden 4 of 5 van die grote kanonnen stonden omhoog te schieten met lichtspoormunitie. Nou, dat was iedere keer als dat gebeurde, was dat vuurwerk. En dan stonden we buiten te kijken, want dat was schitterend. En dan viel hier en daar wel eens wat metaal naar beneden. Wat naar boven gaat, moet ook weer terugkomen natuurlijk. Maar ja. Die zoeklichten die gingen de lucht in en dan in een keer een flits. En dan hadden ze weer iets gezien. Pats erop en dan meteen het licht weer uit. Hè? Nou, die dingen, dat zit erin. Was dat angstig? Toch meer sensatie, vind ik. Want je wist eigenlijk gewoon niet wat er nou eigenlijk precies aan de hand was. We wisten goed dat ze probeerden dus om vliegtuigen uit de lucht te schieten. Want die ontzettend hoog zaten. Hè. En ja, je vond dat eigenlijk gewoon, hè. Ja, gewoon is natuurlijk tussen aanhalingstekens. Hè. Maar dat hoorde er toen bij, dat was oorlog, hè. Op nieuwjaarsdag tussen 44 en 45 had er boven Eindhoven een vliegtuiggevecht plaats. De Duitsers die dachten, oh, die Engelsen die hebben zich flink bezopen met oudjaaravond, nou kunnen we ze aanpakken. Toen hebben we een vuurgevecht, hebben ze dat nog niet gehoord tot nou toe? Maar. Een vuurgevecht gehad boven de stad. En die bediende van mij is daar bij omgekomen, heeft de kogel in zijn hoofd gekregen. Naarmate de oorlog verstreek, kwamen er steeds meer 's nachts vliegtuigen over. En die V1's en V2's, die raketten, dat waren enge dingen. En dan hoorden de plof, 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 kwamen dus over. En op het moment dat ze ophouden met plof, met dat geluid, ja, dan komt dat ding rechtstreeks naar beneden. Want dan lag je en dan zat je te tellen. Hoor ik hem nog? Hoor ik hem nog? Hoor ik hem nog? Want oh wee, als je hem niet meer hoorde. Precies hetzelfde als een V1's op een zeker moment, toen die afgeschoten werden. En dat je dan de jagers eromheen zag, dus om die V1 neer te halen. Hè? Die gingen naar Antwerpen en naar Londen werden die afgestuurd. En dan zagen we die hier overkomen en dan zat er een jager achteraan, zijn Spitfire of zijn Typhoon. Dat hangt wel in. Maar om nou te zeggen, u hoort ooit mensen van, ik heb een oorlogstrauma. Ja, er zijn er heel veel die willen een oorlogstrauma zijn eigen aanpraten. Ik heb dus die klappen wel gehoord, want toen wij buiten kwamen, met de bombardement van 6 december, de hele binnenstad die lag plat. De Demen lag helemaal plat. Ja, die was helemaal plat gegooid. Bij ons de straat, in de hoek om, waren 2 huizen die helemaal plat gegooid waren. Maar dat ik daar nou een trauma aan overgehouden heb, dus... Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik kan ook heel veel begrip opbrengen voor mensen met een kampsyndroom. Hè. Daar wordt vaak gezegd van, ach, hè, daar moet je nou niet over praten. En dat is, maar ik heb dat ook. Naar gelang je ouder wordt en naar het langer geleden is, werkt het veel harder door. Bent u wel eens benaderd om mensen in huis te nemen? Ik heb heel veel mensen in huis gehad. Ik had toen een zaakje, een kantoor voor 2 mensen en we zaten er met 7. De rest waren onderduikers. Ik heb studenten gehad vanuit Zeeland, vanuit Amsterdam en vanuit Boksmeer bij mij in huis in Gelderop.
speciaal onderkomen gemaakt nog in huis. Ja, ik heb heel veel vluchtelingen gehad. U hebt zelf een onderduiker in huis gehad? Ja, ja daar ben ik voor opgepakt. U bent ervoor opgepakt? Ja. Dat betekent dat... We hadden een Jood in huis. Hè? En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... Dat kan niet meer, want ik werd er... als er gebeld was, dan kwam hij op zijn sokken naar beneden. En dat mocht helemaal niet. Hij moest boven blijven. Dus ik werd doodzenuwachtig van die man. Ik dacht, vandaag of morgen gaan we erin. En dan zien ze dat. Nou, toen hebben ze hem weggehaald. Mijn man is op het lab gezegd, willen jullie dat doen? Want mijn vrouw kan er niet meer tegen. En toen is hij weggegaan. Dus toen ze een inval deden, was hij weg gelukkig. Anders was ik helemaal weg geweest. Ja, en dan mijn broer ondergedoken was thuis. En dan bleven er ooit vrienden bij ons slapen. Als ze bang waren dat er ergens razzia's waren, dan vroegen ze aan ons moeder, mogen deze en deze jongen vandaag bij jullie slapen? En dan stond hier een van mijn broers, die moesten dan ook weer, of nee, mijn oudste broer dan, die moesten dan ook weer ergens anders naartoe, omdat ze bang waren dat ze dan meegenomen werden. Dat waren dus Joodse jongens? Nee, mijn broer. Nee, uw broer, maar de jongens die dan bij jullie thuis kwamen? Ook, nee, onderduikers, want die moesten naar Duitsland, hè. Vroeger moesten naar Duitsland, als je een bepaalde leeftijd die had. Zouden te werk gesteld moeten worden? Ja. Bij mijn grootvader ook in de remise eigenlijk. Daar hebben ook nog onderduikers gezeten dus. Want toevallig iemand van de politie waar ik nog eens contact mee heb dus. In het andere werk wat ik doe. Daar heb ik die zijn vader, dat kwam er later uit. Dan heeft mijn vader bij jouw grootvader ondergedoken gezeten. En wij wisten dan wel niet, wij wisten wel niet waar die zaten. Maar wij mochten wel nooit achter de remise op een bepaalde plaats. Want er stonden verhuiskisten opgestapeld en kramen. Want die deden ook kramen verhuren op de markt zetten. En dan mochten wij nooit komen. En dan moesten we, was gevaarlijk, dan moesten we wegblijven. Was u het nieuwsgierig? Ja, dat besefte niet. Want dan mochten we niet komen. Want dan, als we daar in die buurt kwamen, dan kwam grootvader al. En dan, weg hier, dit en dat. He? Maar dat was gewoon, later bleek, dat daar dus achter die kisten en achter dat geheel was een ruimte gemaakt waar dergelijke mensen konden wegkruipen. En er was ook een noodvoorziening dus, een nooduitgang eigenlijk, in een gangetje achter waar in de Julianenstraat kwam. Als er dan iets los was, konden ze daardoor weg. Dus dat wel. Ja. Bij mij op de zaak, boven kantoor, had ik zelfs een gezin. En er is nog een baby geboren waar ik Petro van geworden ben. Dat is niet niks. Nee, die is boven mijn kantoor geboren. Dat waren dus onderduikers. Nou, die vriendin van mij had haar zusje in huis. Dat zusje was ik mee in de verpleging geweest vroeger. En toen ging er een mevrouw dood. En die mensen zeiden, dan ben je, als je een onderduiker hebt die doodgaat, dan ben je helemaal verloren eigenlijk. Want dat moet je nou. Nou, dat zusje van mijn vriendin kwam bij mij en zei, luister eens, zullen wij dat samen doen? Ik zei, wat had je gedacht? Nou, we moeten... Daar is een grote villa aan de andere kant en een hele grote tuin. Als het nou vanavond is, weg gaan brengen en over het hek in de tuin doen. Dan zou u met z'n tweetjes... Want kijk, je kunt natuurlijk niet aangeven dat je een Joodse onderduiker hebt die dood is gegaan. Want je mag die Joodse onderduiker niet hebben. Nou, toen zijn we met z'n tweeën, die overleden mevrouw, de volgende laan in... En hebben we over dat hek hebben we haar gedaan. Nou ja, als ze daarop gepakt waren, dan was het vreselijk geweest. Maar je kon er wel eens niet onderuit. Maar, en op een gegeven moment kwam u in de gevangenis terecht. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? U werd verraden? Nou, ze kwamen me halen. Wie? En mijn man zei, kunt u mij niet meenemen, want mijn vrouw is zwanger. Nee, we moeten uw vrouw hebben. Wie kwam u halen? Twee mannen. Gewone mannen in burger. En toen ik door de Hoogstraat moest, toen was er zo'n winkel bij snoep kon kopen en zo. En er was zo'n ingangetje. En er stond ineens mijn man, die was als een haas op de fiets. Die dacht, ze zullen wel zo lopen. Ja, we keken elkaar aan en ik stond diep tussen twee mannen in. En ik moest naar die... Nou, dat is er nog, hè. Dat is het politiebureau dat ook cellen heeft. Het zal nog wel zijn, denk ik. En wat gebeurde er toen? Nou, niks. Ik zat daar op de grond op een deken met die mevrouw uit de... En nou ja, je kreeg een paar keer per dag, werd er iets door de boterham doorheen gestort met een kop thee of weet ik niet. Ik heb het zo teruggedrongen dat ik niet goed meer weet hoe het allemaal ging.
Werd u verhoord? Ja, ook. En dan zei je zo min mogelijk en ze zeurde zo. Het was gewoon een krankzinnige toestand. Wat wilde ze van u weten? Informatie over de onderdaad? Over die, ja, natuurlijk. En ik zei, nou, hij is weg. U weet het en hij is weg en ik weet niet waar hij is. Ik wist ook niet waar hij was. Of. Dat is wel uw angstigste moment geweest van de oorlog. Ja, het was heel angstig en het was ook heel vervelend. Want zo'n cel is nou niet bepaald. Er werd je boterham door een luikje gestopt en zo. En uw man? En het gekste was, toen ze me vrij lieten, het was stikdonker, want het was winter. Het was 's avonds om 10 uur kwam er nog iemand langs. Er werden de deuren opengegooid van de cel. Wie is dat, mevrouw van Sloten? Waarom zit ze hier, dat weet ik niet. Staat dat er niet op? Nee, dan moet ze ook weg. Toen werd ik om 11 uur en je mocht na 8 uur 's avonds helemaal niet meer op straat lopen. In doodsangst ben ik de hele stad doorgelopen naar het Filepark. Ik dacht, straks word ik opgepakt omdat ik hier loop. Dat mag niet. Voor de oorlog waren er in Nederland, maar ook in Eindhoven, verschillende Duitsers die hier zijn komen wonen en werken. En een daarvan, ik weet niet hoe zijn achternaam was, zijn voornaam was Ernst. En die had een zaak op de Klooster Dreef, meen ik, in ieder geval daar is in de buurt, Pastoriestraat. Een slijperij, hij sleept messen en dat soort dingen, slagersbenodigdheden. En als hij problemen had, gebroken messen of wat dan ook, dan kwam die bij mijn vader en mijn vader repareerde dat dan. Dat is een beetje zakelijke overeenkomst. Het was een heel aardige vent, die kwam regelmatig bij ons naar huis. En ja, hij was Duitser, dat wist je, maar verder was een loyale Duitser, zou je kunnen zeggen. Maar op een gegeven moment had Hitler mensen nodig en die heeft toen al die Rijksduitsers, zoals ze dan officieel heten, hebben ze opgeroepen en die moesten in het leger komen. Ik weet wel, toen Jacobs met zijn gezin op het eind van de oorlog terug moest naar Duitsland, want hij hoefde niet in dienst, maar op het eind van de oorlog, toen de zaak krikkel werd, toen werd hij nog opgeroepen. En toen moest hij hals over kop met zijn gezin naar Duitsland en dat vond hij verschrikkelijk. Jacobs was de Duitse buurman? Dat was de Duitse buurman. Aardige buurman? Ja. Ze hebben alles achter moeten laten. Alles wat er in huis stond is achtergelaten. Er zijn mensen gekomen uit de hele buurt, die hebben het hele huis leeggehaald. Ze hebben alles meegenomen. Het huis. Zo plotseling moest hij weg? Hij moest op stel en sprong moest hij weg. Er was geen tijd om spullen mee te nemen. Ik denk dat ze alleen meegenomen hebben wat ze zelf nodig hadden. En verder moesten ze weg. En de hele buurt die had daar het huis leeggehaald. Alles wat los en vast zat? Alles wat los en vast zat is uit huis gehaald. Kon u iets doen? Konden uw ouders iets doen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de piano naar ons gekomen is. Dan hadden wij een radio die we in hadden moeten leveren, ergens in huis verstopt. En het luisteren naar de Engelse zender, dat was iedere dag was dat vaste prik. En de hele familie zat in de kamer naar de radio te luisteren. Ja, en ik als jongen van 8, 9 jaar, ik moest naar de wc. En je kon op de wc staan, dan kon je net door het raampje buiten kijken. En naar goed Brabants gebruik kwam bij ons thuis iedereen achterom. Dus komt er ineens zo'n grote Duitse pet. Komt voorbij het wc-raampje door het tuinpoortje naar binnen. Ik wist niet hoe vlug ik in de kamer moest komen. Nou, dat bleek dus die Ernst te zijn en die heeft mee zitten luisteren. Ja, je moest je radio inleveren en ik herinner me nog dat je op een gegeven moment spullen van koper in moest leveren. En dat deden ze allemaal. Ze durfden dus echt niks weg te stoppen. Waarschijnlijk ook omdat ze kinderen hadden, dat ze bang waren dat er maatregelen genomen zouden worden. Ja. Werd dat dan opgehaald bij u thuis? Nee, of moest uw vader dat dan ergens brengen? Nee, dat moest je wegbrengen. Ja. Ja, ik meen, maar ik weet het niet zeker meer, dat we hadden in de buurt een grote etensbakkerij. En daar was een grote hal bij en ik meen dat die Duitsers daar zaten om die spullen in te nemen. Ja. Bij ons stond een gedeelte van de radio thuis. Ik zeg al, de andere helft die was bij die buur en bij die buur en bij die buur. En dan werd s'avonds, als ze gingen luisteren, werd het in elkaar gezet. Maar dat zijn verhalen die ik van anderen hoor, want ik mocht het niet weten dus.
ging het dan, hè. En dan hoorden we zeggen Radio Oranje en dan zei ons vader, sst. En dan moesten we stil zijn en dan ging het heel zakjes. En dan werd die radio, die werd weer verstopt. En als dan Radio Oranje, dan riepen ze weer af wanneer dat er weer berichten kwamen. En dan hoorden wij weer, dan hoorde vader weer wanneer dat dan weer nieuws kwam. En dan kwam die radio weer tevoorschijn, maar we mochten nooit zeggen dat we een radio hadden. Ik fietste elke dag van Hezen naar Eindhoven, op en neer. En het is mij ook gebeurd dat mijn fiets afgenomen is door Duitsers. Hè. Langs de weg hielden ze gewoon van mijn broer ook. Fietsten samen. Hielden ze ons aan, nou, mijn broer kon zijn fiets afgeven. Nee, ik mocht door en de volgende keer was ik aan de beurt. Wij wonen in de Lijnbeekstraat. En op de hoek Lijnbeekstraat Marconilaan. Daar was een geschutopstelling voor luchtafweergeschut. Er waren een aantal, wij noemden dat dan schietbergen. En daar stond boven dat geschut op, stonden barakken omheen. En er liepen dus constant Duitsers door de straat. Maar ja, daar mochten wij officieel geen contact mee hebben natuurlijk. Hè? Daar werd voor gewaarschuwd door uw moeder. Praat niet met Duitsers? Ja, dat was het algemeen. Duitsers, daar moest je niks mee te maken hebben. Dat was helemaal verkeerd volk natuurlijk. Hè? En als kind, nou ja goed, zeker als kind uit een generatie van de mijnen, dan deed je nog wat je ouders zeiden. Hè? Dat, Nou, ik heb een keer gehad, ik liep in de Valklaan en daar liep een jonge Duitse soldaat met een snorretje. Een mooi knap manneke, nou niet dat ik er verliefd op was of zo, want als je 14 bent als kind zijnde, dan zie je dat nog niet. Maar ik vond het zielig dat die man daar alleen liep. En toen maakte ik een gebaar, ik wenkte hem en toen deed ik zo. En hij liep met mij mee. En dat was vlak bij ons thuis, bij de Tongerese straat. En ik belde naar de voordeur en als moeder doet de voordeur open, ze zei, wat is dat nou toch? Ik zeg, ja moeder, ik zeg, die liep zo zielig alleen op straat. Ik vind dat zo zielig, zijn jongen alleen. Ik zeg, geef hem maar koffie. Toen heeft zijn moeder een koffie gegeven. En die man was blij dat hij binnen mocht. En die is een paar keer bij ons gekomen. Ja, of nou 4 keer geweest of 10 keer, dat weet ik niet. En die had een hele grote kar. Hij was bij de manege, daar bij het IJzeren Mannen was een manege vroeger. En dan kwam hij met een hele grote kar met hele grote wielen en voor kleine wielen, weet ik nog. En dan kwam hij weer bij ons en toen op een gegeven moment, toen had de moeder gezegd, maar dat wist ik toen niet. Toen vroegen wij natuurlijk, waarom komt hij niet meer? Ja, hij komt niet meer, zei ons moeder dan. Maar ons moeder die was bang voor represailles als de oorlog afgelopen was. Want ze voelde wel voordat het een beetje afliep. Dat ze dan ons moeder of ons vader mee zouden nemen, want jullie hebben met de Duitsers gehuild. Nou ja, dat is wel heel iets anders als wij deden, maar dat mocht niet. En later heb ik nog een keer, en hij heette Christian Wadel, en ik weet nog dat hij uit Mainz am Rhein kwam. En toen heb ik later naar de burgemeester in Mainz am Rhein geschreven, of dat hij nog toevallig leefde, of dat hij wist wat hij was. En hij woonde in een bejaardenhuis. En dan zijn wij in 83 op bezoek geweest. En hij was zo blij dat hij mij zag te voelen. Waarom hebt u nooit geen contact meer met ons opgenomen? Hij zei, nou, ik was bang, want jouw moeder heeft gezegd dat ik niet meer mocht komen. Dus, maar hij wist helemaal niet waarom. Nou, kan ik in een hekel aan, en ik haatte deed ik ze ook niet. Ja, ik kwam veel te kort als jonge man. Want het vergelijk begon pas toen de Engelse Amerikanen binnenvielen. Dat je chocolade kreeg, sigaretten en hele gedonden. En toen begonnen we pas te denken van, we zijn godverdomme die 4 jaar toch wel tekort gekomen. Hè? Nou, maar een hekel had er niet aan. Maar toen kwamen ook de gegevens los van wat ze allemaal gesproken hadden met de Joden en met de krijgsgevangenen en god weet wat. En dan begint er anders over te denken. Dan denken wij, ja, je bent er een stelletje, ja, deugd niet, zou ik om het net te horen, maar ik zeg het, ik, in zijn platijn, je bent toch een stelletje flikkers geweest. Hè? Ja, maar dat is wat u er daarna van vond, hè? Ja, maar tijdens nee, ja. Nee, want ik. Nee, ik haatte ze niet, laat ik het zomaar uitdrukken. Een oom van mij, een broer van mijn vader, die reed dus met paard en wagen, want mijn grootvader had een verhuizingenarts. En die reed met een verhuiswagen op de Dommelstraat Parklaan daar. Dus op de kruis, daar woonde de familie Philips in die villa, de Laak. En bij het Dirk Nessie-kneus. En daar viel de bom, de laatste bom van Eindhoven op. Dat was een jager, een Engelse jager, en daar viel die bom af.
En er zijn een paar mensen omgekomen. Mijn oom was daar, is daar omgekomen. En die hebben ze ja, bij elkaar moeten rapen. Eigenlijk. Het paard was ook in zes stukken. Dat was gelijk. En mijn vader heeft die oom van mij dus moeten identificeren. Hier in de Tijmstraat lagen die opgebaard toevallig. En dat maakt mij nog wel indruk. Er kwam mijn vader, die stond thuis achter in de tuin. En die stond te huilen. Dat maakt voor mij nog altijd iets los. Daar krijg ik het nog wel moeilijk mee. Dat je vader in tranen was? Ja. Was een broer, wat hij, zijn enige broer, wat hij heel goed op kon schieten. Ja. Hollandse meisjes, ga nooit met rotmoffen mee. Als ze je vragen, zeg dan maar altijd van nee. Vragen ze om een zoentje, neem dan de beentjes maar vlug. Want als zij naar Engeland varen, komen ze nooit meer terug. Wist u toen een beetje wat u zong? En toen wist ik wat betekende, omdat de Engelsen Duitsland gingen bombarderen en dat de Duitsers naar Engeland wilden. En toen dacht ik, nou als die daar naartoe en dat liedje daar klopt dan, en die Duitsers gaan er naartoe, dan komen ze niet meer terug. Want dan pakken ze ze daar. Daar wist ik toch wel een beetje zo wat dat betekende. Maar dan mochten wij niet zingen hoor, dat liedje. Dat deden wij dat niemand hoorde. Dat zong je met vriendjes en vriendinnen eens onder elkaar? Ja, ja. Nee, er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ik moet zeggen dat ik later gehoord heb dat, ik zal ze nou allemaal de Duitsers noemen, dat die Duitse soldaten bijzonder gedisciplineerd zich gedroegen. En als er iets gebeurde wat niet door de burger kon, dan werden ze toch wel vrij snel tot de orde geroepen door hun militaire politie. Ik moet zeggen dat ik heb daar, zeker niet als kind, want ik besefte niet eens wat er aan de hand was, waarschijnlijk, moet ik zeggen dat ik daar geen problemen mee had met die jongens. Dan was de bang voor die mensen, want ja, die Duitsers die kwamen binnen, hè, en dan joegen ze de bed uit en dan moesten maar zien waar je blijft. Hè. Kwamen ze ook wel eens hier binnen? En ja, dat probeerden ze wel, want ze hadden niks. Ze hadden geen eten, ze hadden helemaal niks. Die mensen, ik vond het erg. Daar had ik echt medelijden mee. Er waren twee Duitsers. Die stonden zich te scheren. Vlak tegenover in de pad. Hè. Nou, en toen zei ik tegen mijn moeder, ik vind het toch zo zielig. Zei ik, zei die mensen. En die zijn even bij ons binnen geweest. Hebben wat surrogaat koffie gegeven. Want anders had er niks. Nou, en toen, ja. Hij zegt, wij komen terug. Maar, zegt hij, als ik terugkom, als ik over de grens ben, dan zal ik iedereen in ieder geval wel laten weten. Had u dan geen hekel aan die Duitsers? Nou, ik wist niet wat het betekende. Die zaten daar, dat waren jonge jongens en dan denk ik, ja, die moeten daar naartoe, die moeten omdat oorlog is. Ik dacht eigenlijk helemaal niet van, dat zijn rotzakken, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht gewoon, dat zijn jonge jongens, die als een jongen uit Nederland naar een ander land moet, dan moeten ze ook, of ze willen of niet. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit geen hekel aan gehad. Daar woont mijn oudste zoon in Duitsland. Ik had er vreselijk moeite mee hoor. Ja? Ja. Hij is dus aardige mensen, ja. Het zijn aardige mensen tot ze geen aardige mensen meer hoeven te zijn. En uw zoon werkt in Duitsland? Ja, die was leraar Nederlandse taal en letterkunde aan de Europese school in München. En hij is nu gepensioneerd. En ze blijven er wonen, want ze hebben er een kenniskring. Bent u nog wel ooit bij hem geweest in Duitsland? Eén keer, maar ook niet meer. Omdat het Duitsland was? Ja. Ik wil het niet zeggen, want zij wonen daar nou eenmaal. En ik kan me daar verder niet vervelend over uitlaten. Maar hij begrijpt u wel? Ja, och, ze hebben daar kennis en ze hebben... Kijk eens, ze hebben die oorlog niet meegemaakt, u ook niet. Dus ik vertel het nou wel, maar jullie weten niet hoe eng het was, hoe gemeen het was. Ja, nou ja. Het is geweest. Op 18 september wordt het vrijheidsvuur opnieuw aangestoken. In bijzijn van oud-strijders en jonge veteranen. Elk jaar opnieuw. Want de Tweede Wereldoorlog mag dan voorbij zijn. De herinnering blijft en moet blijven.